Surveillante Dani en Albert zitten achter de bestuurder van een oude Ford Fusion die direct de aandacht trekt. Voor ons hele oude auto. En die gaat hier naar rechts. Dat is een fractie. Beetje oneenigheid. Heb je ruzie? Ja, een beetje woordenwisseling. Woordenwisseling. Nou, vandaar die hele stomme reactie met... Ik zeg het ook van mijn auto uit, want hij maakt mij helemaal gek met gepraat. Hij is met iemand bezig over de telefoon. Ja. Maar ik heb daar niks mee te maken, maar... Hé, lieve schat, heb zin in, stop. Ik bel jou zo, ja, 2 minuten. Nee, klaar. En daar heb ik last van. Oké. Heb je wel een rijbewijs? En de meneer achterin heeft een gordel om, wel. Ja, graag. Want ik vind dit eventjes... U bent bekend van hoe heet het, wegmisbruik. Ja, heel goed. En als je wil, kom je ook op tv. Toppie. Hebben wij schrokken van jouw reactie? Ja, klopt. Want je gaat ineens, wij rijden gewoon achter je. Ik raakte geïrriteerd. Ja. Hij is met zijn vriendin aan het bellen. Want dat heeft invloed op mij, want ik raak helemaal gestrest. Dat heeft er zeker invloed. Ik ga aan de kant, ik ben het helemaal zat. Stap uit, ga lekker met je vriendin praten. Als je klaar bent, stap je weer in, kunnen we weer verder. Oké. Rustig. Weet je, ik kan zo niet rijden, meneer. Nee. Dus, ja. Aan de ene kant heb je het dan wel slim gedaan. Ja. Maar aan de andere kant moet je, voordat jij die actie maakt, even richting of even in je spiegel kijken, wat rijdt erachter, of rijd gewoon door, weet je wel. Ja, u heeft volkomen gelijk, maar dit was echt puur uit, ik kon het even niet meer aan. Nou, ik snap het. Ja. Hey, en nou zie ik natuurlijk wel beschadigingen aan je linker achterwiel, je rechter buitenspiegel. Ja, klopt. Hier ben ik... tegen een stoep. Stoepie? Ja. Ook toen je boos werd? Nee. Ja. En mijn buiten kijkspiegel, dat is volgens mij gisteren gebeurd. Volgens jou gisteren? Iemand is er tegenaan gereden namelijk. Oké, iemand anders. Ja. En jij, wil jij heel even kopen? Wil jij je zak even leegmaken voor mij? Je mag kijken, dat staat er. Hoe kom je aan zoveel geld bij je? Dan maar. Het is 1000 euro en dat weet ik en dat is voor mijn scooter. Heb je een bonnetje bij je? Wat? Van pinnen? Nee, ik ga een scooter kopen toch? Ja, maar hoe kom je aan zoveel geld? Ja, ik heb dat gewoon gepint hoor. Ja, heb mijn moeder voor mij gepint en kijk maar in de registratie, dat staat erbij. Maar wanneer heb je dat gepint? Dat heb ik maandag van mijn moeder gehad. En dan loop je dan met 1000 euro op zak? Maar volgens mij heb je daar nog meer. Ja, ik heb hier niks. Dit is gewoon 40 euro of zo. Hier, wat wil je kijken? Dat is 60 euro. Ja, maar serieus, ik zweer het je. Je mag voor mij echt gaan kijken. En je mag het registreren zelfs. En dan mag je later bij mij terugkomen. Maar heb je geen pinbon bij je? Want waar ben je nu naar onderweg naartoe? Nee, mijn moeder heeft gepint. Ik ga nu een scooter kopen. Nu? Ja, nu. Ja. Via Marktplaats? Wat? Ga je via Marktplaats een scooter kopen? Nee, vanuit een vriend. In mijn luisterlezer, kom, ik ga jou uitleggen. Zaterdag is mijn scooter gestolen. Dan heb ik geregistreerd alles. Kan ik je ook nu laten zien? Nou, dat kan ik ook zien. Ja, wil je heel even vasthouden. Want toch wel een beetje gek, hè? Kijk, vorige week is hij gepakt met handel harddrugs. Kunnen we je moeder even bellen? Zeg alleen maar, man. Dani wil dit opmerkelijke verhaal toch even checken bij de moeder zelf. Ja, hij heeft heel veel geld bij zich. Kunt u mij vertellen waar dat geld voor is? Oké. En heeft u dat geld aan hem gegeven? Oké. Nou, dan weet ik genoeg. Ja, nee, mijn moeder het vestigen. Zeg ze toch? Zonder erbij te staan of wat? Ik wil even dat je je zakken nog leeg maakt. Heb jij iets van verdovende middelen bij je? Nee, echt. Mag maar gewoon fouilleren. Echt. Dat is mijn broek gewoon. Luister, doe ze even gewoon. Ik wil daar gewoon niet meer. Ik hoop natuurlijk dat dit gelijk gesymfoneerd gaat worden. Dat snap ik. Maar ik zie het wel staan. Ik zie het wel staan. En ik zie dat jij heel veel geld bij je hebt. Dus dat is de vraag: hoe kom je aan zoveel geld? Want je bent. Hoe oud ben je? Ik ben 19. Ja, precies. Gewoon, ja, dat snap ik. Dat snap ik. Hé, luister, even voor de duidelijkheid. Als het allemaal in orde is en jij kan dat aantonen, dan is het ook verder goed. Maar als er geen aannemelijke verklaring is en het komt van de vermoeden van verdovende middelen, dan neem ik mee. Laat ik jou wat zien. Meneer, 1700 is toch helemaal. Nee, maar als je 19 bent en je loopt met antecedenten voor verdovende middelen handel. Dat zeg ik net, hij wil wat aanschaffen. Ja, maar dat ken ik ook zo. Dus heb je geld voor nodig. Nee, maar we moeten Dat snap ik. Maar luister, kijk, wat staat hier? We zijn van de politie, dus we onderzoeken dingen. Kijk, wil alleen al zien? Kijk, dat vul ik alleen maar op mijn rekening. Ik werk ook gewoon. Kijk, ik kan allemaal zien. Kijk, dit heeft mijn baas zelf overgemaakt. Ja. Hier in één keer zo dat. Ik ga ook gewoon naar school. Hier, Pizzeria Restaurant Salerno, 198. Overal Salerno. Ja. Jullie denken wel, maar het is niet altijd zo. Nee, dat snap ik. En je ziet ook dat het gewoon rechte brieven zijn. Geen opgetropte geld. Nee, oké. Maar het is voor ons om even te onderzoeken. En jij zegt, je hebt geen vertrouwen. Vertrouwen is goed, controle is beter.
Maar je mag me echt gaan tellen, hoor. En ik laat je ook gewoon zien. Hier, dit. Wil je zien, kijk? Nee, maar het gaat mij omdat je geen verdovende middelen bij hebt. Een fietssleutel en wat losse centen. Telefoon en niks. Wat is dat? Pak maar, pak wat je vindt. Pak oordoppen en legitimatie en 10 euro, ja. Nog meer geld? Wat is een tientje, man? Ja. Hier en dan hier. Ja, graag of niet, hoor. Je mag van mij kijken, hoor. Wil je kijken? Hier. Ja. Gezien? Geen verdovende middelen. Ik geef geen hand meer, vind je? Nee, dat geeft geen hand. Sokken. Oké. Okay. Mijn broek kijk nog, af en achter. Ja, je hoeft je broek niet uit, maar... Ja, maar misschien heb ik het wel Ja, nou ja. Gedaan, ja, ja, ja.